De in Tiel geboren professor Guus Velders is door het Amerikaanse toonaangevende blad Time uitgekozen tot een van de 100 invloedrijkste personen in de wereld. Hij krijgt de erkenning omdat hij de wetenschappelijke basis legde onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Rwanda. De afgelopen jaren toonde Velders samen met Amerikaanse onderzoekers de sterke klimaatwerking van fluorkoolstofwaterstoffen aan. Deze stoffen worden gebruikt in onder andere uw koelkast, airconditioners en isolatiematerialen. De wereldleiders spraken toen af om het gebruik van deze broeikasgassen de komende decennia sterk terug te laten dringen. Ik vind het een enorme erkenning dat je door Time Magazine wordt genomineerd om op zijn lijst te mogen staan. En ik zie het vooral ook dat het een extra impuls geeft aan de aandacht voor klimaatverandering. Ik zie mijn erkenning wordt al op mijn persoon gericht, maar heel duidelijk dat hiermee klimaatverandering door een Time Magazine op de agenda wordt gezet. En klimaatverandering is tenslotte een heel groot probleem voor de komende decennia, voor de komende generaties om aan te pakken. Nederland en andere landen in de wereld hebben afgesproken dat er sterke reducties moeten plaatsvinden van de broeikasgasemissies. Daar moeten zelf bedrijven, overheden, als gemeentes, rijksoverheden, als gemeentes maatregelen nemen om de reducties te bewerkstelligen. Met de informatie van het RIVM kunnen zowel de overheden als de bedrijven en gemeentes zicht krijgen op hoe ver ze zijn met het bereiken van die doelen van Parijs.